Paarden de komende bocht door. Ja, Gonny Caria valt door een galopade weer net zo hard terug als dat hij opkwam. Zo komen de paarden dan richting de laatste rechte lijn. En gaat nu de eindstrijd volledig los. Jack Baldwin de leider. Jack Baldwin voor Jitske Swish. Aan de buitenzijde komt Icarus O. Dat zijn de aanvoerders met aan de binnenzijde dan Invincible Volo. Ook Hotshot Rob komt er nog aan. En we gaan de laatste meters in. Jack Baldwin leidt nog altijd voor Jitske Swish. Er wordt geknokt door de stal. Maar Jack Baldwin is de winnaar. Op de tweede plaats Jitske Swish. Icarus O tikt als derde af. Dames en heren, de uitslag van de zesde koers is officieel. De koers werd gewonnen door nummer 4, Jack Baldwin, kilometertijd 1:21.2. Tweede geplaatst, nummer 5, Jitske's Wish. Derde de 7, Icarus O. Vierde de 1, Hotshot Rob. En vijfde de nummer 8, Invincible Volo. En Jack Baldwin wint dus deze koers. Vierjarige zoon van Jules Bocquart, Bordeaux Baldwin, gefokt door Albert Ebbingen. Eigendom van stal, PD, getraind door Bas Krebels en gereden door de catch driver, Tom Kooijman. Het was vooral kaardrammen bij de start, want je wilde koet, kost wat kost, de kop. Ja, hij was een beetje flegmatiek vandaag. Hij was erg rustig en het beste beter. Dan kan je hem goed bewaren en heb je op het einde nog een beetje speed. En Bas kwam nog heel dichtbij. Bas kwam zeker dichtbij, want het was hier bij de finish waar een aantal mensen niet overtuigd dat je had gewonnen. Maar je was dat zelf wel? Ik kon het net zien, ja. Het was denk ik een kleine half hoofdje. Bas kwam inderdaad eerder al in de koers al naast je. Dat was ook een beetje om als stal Krebas zijnde zeg maar, de koers helemaal te bepalen. Had liever achter me gezeten, denk ik, maar dat lukte natuurlijk niet. Klopt. Maar eerst gaan we natuurlijk een groot applaus doen als hij zo meteen weer opstapt. We willen uiteraard de HRV Drachten, de Harddraverij Renvereniging Drachten, ontzettend bedanken voor het ondersteunen van deze dag. En dames en heren, geeft u een groot applaus aan Jack Baldwin en Tim Kooijman. Meter, 50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de zesde koers. De auto klapt de vleugels uit. En door de eerste meters komen de paarden met Jack Baldwin, die onmiddellijk de leiding pakt. Jack Baldwin heeft een lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats daarachter volgt dan Invincible Volo met een galopade voor Kiss Me Quick aan de start van het veld. Gaan we dan de eerste bocht in. En het is nog altijd aan de kop als de paarden de bocht doorkomen. Jack Baldwin met twee lengte voorsprong op de tweede plaats. Invincible Volo. Daarachter Jitske's Wish als derde. Icarus O volgt als vierde. Vijfde aan de binnenzijde Hotshot Rob. Zesde aan de buitenzijde CDA Duchef. Daarachter volgt dan Gonny Caria. Laatste van het peloton is op dit ogenblik Jens Moco. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Waarbij nog altijd Jack Baldwin zijn eigen tempo maakt. Doet dat met een lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt dan Invincible Volo. De derde plaats is voor Hotshot Rob, die geflankeerd wordt door Jitske Swish. Daarachter Icarus O met Celia Duchef. Aan de binnenzijde schuift naar voren James Moco. En laatste van het peloton op dit ogenblik is dan Gonny Caria. De paarden komen de bocht door en gaan zo dadelijk op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Zo dadelijk bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. Met aan de kop nog altijd Jack Baldwin. Jack Baldwin die heeft een lengtevoorsprong op de concurrentie. De tweede plaats is daarachter nog altijd voor Invincible Volo. Icarus O die is goed bij in de kopgroep. En zo zijn de deelnemers dan in een compacte formatie weer voor de tribunes aangekomen. Nog altijd Jack Baldwin de leider. Maar Jitske Swish gaat nu naar plaats 2. Stal Krebas 1 en 2. En dat zijn op dit ogenblik dan degene die de maat slaan hier in de koers. Op de derde plaats is het aan de binnenzijde. Invincible Volo voor Icarus O. Dan Hotshot Rob Cedia. Duchef aan de binnenkant, dan James Moco, dan volgt Gonny Caria. En zo zijn de deelnemers dan op weg naar de overzijde van de baan en zijn straks in de finale fase.
Ter herinnering, dames en heren, u heeft het waarschijnlijk niet over het circuit gehoord, maar nummer 10 is uitgeschakeld. De 10 is uitgeschakeld, Kiss Me Quick. En de paarden zijn aan de overzijde van de baan. En het is nog altijd Jack Baldwin. Jack Baldwin met licht voordeel op de tweede plaats, Jitske Swish. Derde positie voor Invincible Volen, dan Icarus O met Hotshot Rob. Aan de buitenzijde is het dan opkomend. De nummer 9 is dat, Gon Icaria. En zo gaan we dan richting laatste bocht. We kijken naar de start van het veld. Daar ligt Celia Duchef met James Moko. Maar de komende bocht door Jitske Swish leidt nog altijd. Jitske Swish heeft het commando. Ja, Gon Icaria valt door een galopade weer net zo hard terug als dat hij opkwam. Zo komen de paarden dan richting laatste rechte lijn. En gaat nu de eindstrijd volledig los. Jack Baldwin de leider. Jack Baldwin voor Jitske Swish. Aan de buitenzijde komt Icarus O. Dat zijn de aanvoerders met aan de binnenzijde dan Invincible Volo. Ook Hotshot Rob komt er nog aan. En we gaan de laatste meters in. Jack Baldwin leidt nog altijd voor Jitske Swish. Er wordt geknokt door de stal. Maar Jack Baldwin is de winnaar. Op de tweede plaats Jitske Swish. Icarus O tikt als derde af.